Hi Peter. Helen, waar gaan we het over hebben? We gaan het vandaag over frequentietherapie hebben. Oh, dat is een lastig woord zeg. Ja. En hoe ben je eraan gekomen? Ja, eigenlijk ook weer via via. Het komt eigenlijk altijd op mijn pad. Mm-hmm. Ja, speciale producten die weer belangrijk zijn voor onze gezondheid. Mm-hmm. En zo ook de frequentietherapie. En ik wilde er eigenlijk eerst niks van weten. Ik had zoiets, ja, weet je, weer iets erbij. Moet dat nou allemaal weer? Aha. Maar goed, ja, heel bijzonder product. Kan niet anders zeggen. Oké, je zegt een product, hè? Ja. Maar vertel eens, je gebruik je het zelf ook? Ja, nou ja, ik heb hem toevallig ook nu net om. Ja. Het is een heel klein apparaatje maar eigenlijk. Ja. En ja, ik ga het natuurlijk altijd eerst allemaal zelf uitproberen. Ja. Want anders dan komt het er gewoon niet bij, zeg ik altijd. Mm-hmm. En zelf, ja, heb ik heel veel voordelen aan, merk ik. Ja, ja. Hoe werkt dat product dan? Wat doet het met je dan? Ja, eigenlijk moet je het zo zien dat op frequentie krijg je toegediend wat je nodig hebt. Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Er is zo'n dik boek over frequenties. Daar ga ik nu verder niet over uitweiden. Nee, nee. Maar wat het voor mij heeft gedaan, ik doe natuurlijk al heel veel, hè. Dus ik gebruik het water elke dag. Lig elke dag op de mat voor vieze vaattherapie. En nou ja, wat dit voor mij betekend heeft, is dat ik heel duidelijk verschil voel. In mijn geval het loslaatproces. Oké. Okay. Dat is voor mij was een issue, zeg maar. Dus als ik goed begrijp, is deze frequentietherapie zo belangrijk voor jou? Ja. In dit geval voor loslaten? Ja. Dat is een emotionele beleving. Klopt, ja. Zeker. Maar kun je ook niet doen met deze frequentietherapie in verband met, zeg maar, fysiologische aandoeningen? Dat is een heel duur woord, ja. Maar je hebt wat last van wat pijntjes. Zeker. Hier en rechts. Ja. Gaat dat ja. Werkt het ook? We mogen ervan zeggen van dit product, is dat bijvoorbeeld fibromyalgie. Ja. Dat is dus echt, ja, daar hebben mensen heel veel last, heel veel pijn, ontstekentjes, dat soort dingen. Oh ja? Heel veel klachten. Maar voor fibromyalgie bestaat er eigenlijk geen remedie voor. Klopt. Er is geen geneesmiddel voor. Maar van dit product mogen we zeggen dat het echt wel helpt. In ieder geval de klachten zodanig verminderen dat mensen weer gewoon goed kunnen functioneren. Ja. Dus hoe mooi is dat? Ja. Hoe breed is de mogelijke toepassing voor dit product? Voor de fysische, frequentietherapie, ja, moet ik zeggen. Ja, heel breed. Eigenlijk voor heel veel soorten. Eigenlijk moet je gewoon naar naar een therapeut toe gaan om daar advies over te krijgen. Ja. Want we gaan nu dan niet de diepte in. Nee. Maar er zijn heel veel mogelijkheden. Juist. Maar gewoon even vragen. Weet je, en dan krijg je gewoon uitleg. Oh, okay. En ik zou zeggen, doe hem gewoon zelf om, dan ga je het gewoon voelen. Je bedoelt te zeggen, je mag het eens uitproberen. Zeker weten. Nou, geweldig. Dat mag iedereen trouwens. Geweldig. Ja? Nou, dankjewel Helen. Nou, tot de volgende keer weer. Dankjewel. Dag. Doeg.